De lifters hadden in Frankrijk zelden zo'n slechte dag. De auto's bleven voorbij razen, 24 uur lang in de altijd weer sensationele race van Le Mans. Voor het publiek was de race een gezellige picknick, maar de renners moesten doorgaan, dag en nacht. Tegen de ochtend hadden de Engelsman Roy Salvadori en de Amerikaan Shelby, die elkaar afwisselden, zich in een gunstige positie weten te plaatsen, in wagen nummer 5. Van de 53 wagens vielen er velen uit. De strijd duurde uur na uur voort. De snelheid schommelde om de 200 kilometer. De favorieten Stirling Moss en Jean Berrat schaarden zich onder de vele uitvallers. Onbedreigd kwam de wagen van Salvadori en Shelby als eerste door de finish. Onder de ogen van 250.000 toeschouwers oogsten de winnaars hun verdiende lauweren.